Hallo. Hallo, goedemiddag, meneer de burgemeester. Welkom in het prachtig stukje natuur. U bent hier dus in de samentuin op de Nof, gekocht door een aantal gezinnen een vijftal jaar geleden. In januari hebben we dan de VZ2 opgericht en zijn we van klein, maar toch wel vrij snel, al, we zijn nog maar maart, maar dan is het toch wel, als de zomerkampen zijn vol, we gaan... Allez, het groeit. Het groeit. Ja, het is lente. Het is lente en dan voelen we dat, okay. Laat ons misschien eens kijken naar hoe het in zijn werk allemaal gaat. Ja, oké. De samentuin is een bos, een speelbos, een groene plek voor mensen die in de stad wonen, een moestuin. Dus alle activiteiten die daarmee te maken hebben, kunnen hier gebeuren. Enerzijds willen we niet zomaar het gewone opvanggegeven zijn, maar we vonden het wel belangrijk dat iedereen die kans krijgt om dat te doen. Daardoor zijn we ook al wat aan het samenwerken met samenlevingsopbouw om te gaan kijken van hoe kunnen we kansarme gezinnen ook laten deelnemen. Dan zijn we aanbeland bij het project waar we eigenlijk het dossier voor indienen. Dus ja, we zouden het fijn vinden mochten we een iets wat meer beschuttere ruimte hebben. Dat je de activiteiten die we te woensdagmiddag met de kinderen doen, of dat we dat ook kunnen opentrekken naar meer educatievere voor volwassenen moestuinprojecten, dat we meer beschut kunnen doen, dat we dat in stoof hebben. Zeker de weersomstandigheden van die naast zijn, dat je toch wel wat een dak boven je hoofd moet hebben. Ik ben echt enorm verrast door de enorme variëteit van planten en bomen en groenten die hier zijn. En ook de hele filosofie die erachter zit. Om dus jonge mensen op die manier eigenlijk zo wat spelenderwijs dingen bij te brengen. Ik denk ook de kleinschaligheid, dat ook wel een kwaliteit is. We leven in een massamaatschappij met allemaal heel grote evenementen. Vanuit Sint-Niklaas, maar ook vanuit Interwaas, dragen wij dit project een warm hart toe. Zodanig dus dat in de streek, maar ook misschien buiten het Waasland, soortgelijke initiatieven kunnen ontstaan. Ik zou het eigenlijk wel tof vinden moest dat zaadje in heel Oost-Vlaanderen verder zich kunnen verspreiden en tot bloei kunnen komen.